U bent de onafhankelijk voorzitter en tot nu toe heeft u dat, zoals iedereen dat hier heeft gezegd, echt goed gedaan. En nu, u gaat hier gewoon over de schreef. U zegt namelijk, u schuift in de schoenen van een collega dat hij een natievergelijking maakt, dat we extreem rechts niet extreem rechts zouden mogen noemen. In Duitsland heeft zojuist een rechter gezegd dat AfD, een van de bevriende partijen van de PVV, wel degelijk extreem rechts zou moeten genoemd. U trekt zichzelf nu in een debat waar de voorzitter van de Tweede Kamer niet in zou moeten zitten. Als u echt vindt dat de heer Dassen hier natievergelijkingen maakt, dan moet u ingrijpen, dan moet u zijn woorden terugnemen, dan moet u het schrappen uit de boom, dan moet u een maatregel nemen. Het is niet het geval. U gaat hier over de schreef, voorzitter, en ik vind dit niet acceptabel. Neem het alsjeblieft in het belang van dit instituut, in het belang van de positie van de voorzitter van de Tweede Kamer, neem dit terug. Nee, dat doe ik niet. Maar als de heer Dassen hierbij duidelijk wil maken dat voor hem de term extreem rechts niet een natievergelijking is, dan hoor ik dat met plezier. En dan zal ik dat bijzonder waarderen. Maar dat is niet het probleem. U legt mij deze woorden in de mond. En dat vind ik onacceptabel. Want nou ja, ik heb dat nooit gezegd. En u maakt die vergelijking nu zelf. En dat kunt u nu toch niet tegen mij gaan zeggen dat ik me dan daarover moet gaan verantwoorden? Nee, u hoeft zich niet te verantwoorden. Dat is toch van de zotte. U moet aangeven dat u het niet zo bedoeld heeft. En dat u zegt dat u het terugneemt, dat u deze vergelijking bij mij in de mond legt. Nee, dat is niet het geval. Maar in het spraakgebruik van extreem rechts wordt daar veelal mee bedoeld het nationaal socialisme. En dat vind ik zeer kwalijk. Maar voorzitter, dit is echt onzin. Ik wilde de heer Van Kamp hier zelfs vragen op een document wat zijn partij zelf mede heeft ondertekend, waar continu gesproken wordt over extreem rechts. Dus deze vergelijking gaat zo ontzettend scheef. En ik vind het ook echt aanmatigend eigenlijk dat ik op deze manier door u zo weggezet word. Ja. Ik heb mijn punt willen maken en ik blijf daarbij. It is what it is. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik ben het net heel klaar voor eens. Het is tot nu toe hartstikke goed gegaan. We hebben een hele goede voorzitter van de Tweede Kamer. Maar als je nu tegen een Kamerlid zegt dat je de term extreem rechts niet mag gebruiken, terwijl je zelf hebt gezegd, ik vind nazi's extreem links, dat heeft de heer Bosma gezegd, terwijl je zelf de term extreem links aan de lopende band hebt gebruikt, dat is geen geloofwaardige opstelling van een voorzitter. Dat kan niet. Ja. Daarmee blokkeer je het debat, daarmee blokkeer je termen van notabene rechters zeggen dat je die prima mag gebruiken. Dus voorzitter, in het belang van het parlementair debat en dat het wel geloofwaardig moet blijven wat we hier in het parlement doen, stel ik voor dat de heer Bosma hier zegt, de term extreem links mag je gebruiken, want dat doet hij zelf aan de lopende band, de term extreem rechts ook. Dat is het enige wat geloofwaardig is. Ja. Ik zal dat zeker niet doen. U zegt dat ik bepaalde woorden niet, dat die bepaalde woorden niet gebruikt mag worden. Dat is niet het geval. Als u dat wilt gebruiken, is dat prima, maar niet in de zin dat u een fractie of een lid van de Staten-Generaal als zodanig kenschetst. Dat is een enorme verruwing en het is ook in lijn met de vorige voorzitter die dat punt eerder heeft gemaakt. Dus ja, ik stel voor dat we dus niet collega's weg gaan zetten als extreemrecht. Maar u mag, ik ga daar verder, ik heb verder geen sanctiemogelijkheden of ik doe verder geen voorstellen. Het is aan u om zich daar iets van aan te trekken of niet. Nou, dat is het punt. Nou, voorzitter, ik zie dat een collega van de NSC-fractie. Ik denk dat die fracties had ik nog niet gehoord over de vrijheid van spreken hier in het parlement. Dus ik stel voor dat we hem ook even de kans geven om iets te zeggen. De heer Van Dijk van de SGP. Dank u wel. Ik vind het een redelijk gênant gehalte te krijgen. Als ergens de vrijheid van meningsuiting geldt, is het in deze zaal. Dat geldt ook voor allerlei typeringen. Heel voorzichtig maar zijn. Ondertussen, als we echt op zoek zijn naar een inhoudelijk debat, en dat hoorde ik zowel links, gewoon links en gewoon rechts zeggen, dan helpt het niet om elkaar te beschuldigen van extremiteiten. Dus laten we alsjeblieft teruggaan naar de orde van dit debat en elkaar heel scherp bevechten op de inhoud en echt het debat met elkaar zoeken. Prima. Ik geloof niet dat het probleem is. Het is niet het probleem van extreem links of extreem rechts. Het probleem is dat collega Dassen extreem rechts gebruikt en dat wordt uitgelegd dat dat een natievergelijking is. Ik denk dat dat het probleem is. Ja. Ja, ik denk dat alle punten inmiddels gemaakt zijn. En we gaan luisteren naar de heer Van Kampen. Voorzitter, de heer Seder heb ik nog niet gehoord. Ja, voorzitter, ik vind het problematisch, omdat de voorzitter hier eigenlijk zegt, is dat de komende jaren wij het woord extreem rechts niet mogen gebruiken. Ja. Dat is niet wat ik zeg. Ja, ik vind dat we
uit moeten kijken voor een verruwing van het debat. En het debat wordt verruwd als we elkaar, dus leden, andere leden van de Staten-Generaal, gaan kenschetsen als extreemrechts of een fractie als extreemrechts. Dat is in de connotatie van het woord extreemrechts is een referentie. Lees het allemaal maar aan donkere bladzijden. En dat is niet wat ik wil. En ik denk dat het in ons aller belang is dat we zorgen dat er zo weinig mogelijk sprake is van verruwing in ons debat. Voorzitter. Ja, sorry, ik was nog niet klaar. Maar betekent dit dat de voorzitter dit de komende jaren elke keer op het moment dat er een vergelijking wordt gemaakt of de term extreemrechts wordt toegekend aan een partij van een kabinet, dat de voorzitter gaat ingrijpen? Nou ja, ik maak niet noodzakelijkerwijs elke keer hetzelfde punt. Dat zie je ook met spreken voor de voorzitter. Soms doe ik dat en soms doe ik dat niet. Maar ik heb hier mijn standpunt willen weergeven. En dat is ook het standpunt zoals dat eerder is gebracht. En de laatste vraag, voorzitter. Geldt het ook voor de term extreem links? Nee, want die is in de connotatie. Is dat een andere? Voorzitter, echt. Ik echt vanuit de grond van mijn hart, doe dit nou alsjeblieft niet. Ja. Doe dit het parlement niet aan. Ja, maar ik heb het zojuist gedaan. Zeker, u heeft dit inderdaad. Ik heb het punt gemaakt. Zeker, u mag zich er iets van aantrekken of niet. Voorzitter, ik ga me er helemaal. Maar het punt is. Wat u hier doet, schaadt het parlement, schaadt de functie van de voorzitter. Nogmaals, als u dit niet gewoon terugneemt, dan valt u hier keihard door de mand. Omdat u hier een politieke positie inneemt, in plaats van dat u hier het debat aan het leiden bent. Nee. Dit is schadelijk voor het instituut, dit is schadelijk voor de voorzitter. Ik vind het eerlijk gezegd onacceptabel dat dit gebeurt. Ja, ik heb het zojuist gedaan. We gaan luisteren naar de heer Van Kampen die zijn bijdrage voortzet.